Donar tegen Den Bosch is een echte basketbalklassieker. En vaak spannend, en dat zal vanavond ongetwijfeld weer zo zijn. Want Donar en Den Bosch staan gedeeld tweede in de Elite A. Beide hebben 22 punten uit 16 wedstrijden. Dat is Lapornik. Tweede schot gemist. Zien we niet vaak bij hem. Afgelopen woensdag deed hij trouwens ook niet zo goed. Ondanks de winst voor Den Bosch was het niet te danken aan de scores van Lapornik. En dit is wel een prima score van Justin Watt. Het begin is goed, in ieder geval van Donar. De eerste 3 minuten hebben we wel eens anders gezien dit seizoen. Van Vliet met de 3-punter. En de voorsprong nu voor Den Bosch. Ook een Bamie Jackson probeert het met een 3-punter. Die is raak. Een belangrijke score, zo in de eerste kwart. Lapornik, Mayfield, heeft alle tijd om aan te leggen. En benut die tijd ook feilloos. De 3-punter voor Mayfield. Van Vliet. Met een goede paas. Op van der Mars. Die weet er wel raad mee. Verschil weer 4 in het voordeel van Den Bosch. 39-43. Koenis. Ook een Bamie Jackson. Zoekt de ruimte voor het schot. Vindt hij niet. Vindt wel Brandwijk. Die wil het dan overlaten aan Lacey. Maar ook deze paas is gewoon niet goed. Het is opnieuw balverlies. Knullig balverlies aan de kant van Donar. Williams. Goede paas. Goede assist op Brandwijk. Goed afgemaakt door Brandwijk. Laat dit dan begin zijn van een goed vierde kwart van Donar. Mayfield. De voorsprong is er nog steeds voor Den Bosch. Van der Pas kan de bal nog net binnenhouden. Van Vliet, bal naar Mayfield. Met het schot en de score. Kan Donar eigenlijk alleen nog maar de achterstand verkleinen. Een zege zit er niet meer in. Dat betekent dus de vierde nederlaag in 5 wedstrijden. Wel weer een 3-punter van Jackson. Den Bosch gaat deze wedstrijd winnen met 71-78. Zure nederlaag. Opnieuw is Donar niet te overtuigen